kleine spoedcursus touwtje springen doen. Ik ga een aantal variaties laten zien. En we beginnen makkelijk en met een beetje inspiratie om thuis ook aan de rand te gaan met het touwtje. We beginnen met de gewone. Twee benige sprong. En die kun je ook steeds ietsje sneller maken. Toch echt heel snel. En probeer hem zo lang mogelijk te volhouden. Als je die makkelijk vindt, ga je naar een eenbeen. Kan springen, dan ga je 10 keer naar het andere been en dat wissel je steeds af. Begin met 5 keer per been en bouw dat op naar 10 keer en dan krijg je al echt een workout voor die benen. Daarna kun je kniehef gaan, hoge kniehef. Die kun je ook steeds sneller maken of maar een hakkenbil. Hakkenbil vanaf de zijkant. En een boxerstel. Land je op je voorvoet, wissel je de voeten snel af. En dan kun je ook steeds meer tempo maken. En voor de echte uitdaging ga je voor dubbel under. En dat vraagt behoorlijk wat oefening. Ik ga ook nog even oefenen. Ik hoop dat jullie ook met de touw aan de slag gaan. Veel plezier en succes!